Mijn naam is Sila Ezelman. Ik ben 39 jaar en moeder van 6 kinderen. Ik heb een partner. Dat is mijn tweede partner. Ik ben al gehuwd geweest. Sila trouwde op jonge leeftijd in Israël. Ze miste haar familie en keerde met haar man terug naar Nederland. Hij bleek hier echter niet te kunnen aarden en het huwelijk strandde. Ze was 25, had 4 kinderen en besefte zich dat ze niets had opgebouwd. Die periode is echt een periode van rouw geweest, want ik besefte toen hoe afhankelijk ik van hem was. Het gevoel van teleurstelling en boosheid en frustratie heeft mij ertoe bewogen om te zeggen van ik wil nooit meer afhankelijk zijn van een man. Ik ben naar de gemeente gegaan, daar heb ik ook een bijstandsuitkering gekregen. En tegen mijn consulent heb ik toen gezegd van kijk, ik ben nog hartstikke jong. Ik ben gezond, volgens mij heb ik ook een redelijk goed gezond verstand. Dus ik wil wat gaan doen, ik wil mijn eigen gezin onderhouden, maar ondersteun mij daarbij. Hè. Ik zou graag toch alsnog die opleiding willen afronden om uiteindelijk dan toch een baan te vinden. Ik dacht, die periode ga ik uitbuiten in positieve zin. Wij werkten samen bij het team Sociale Zaken, allebei als consulenten. Dit zijn de schilderijen die de hele afdeling heeft gemaakt. En dat is de bijdrage van Sila, de samenwerkingscake. Sila heeft ongeveer 5 jaar geleden een eigen bedrijf opgericht. Helemaal alleen is ze gestart met begeleiden van een aantal groep mensen richting arbeidsmarkt. En nu is dat gegroeid. Sila heeft momenteel ongeveer 10 mensen in dienst. Ik ben een doorzetter. Ik hou van uitblinken. Ik wil de beste ergens in zijn. En ik wil ook iets betekenen. Sila gaf me een gevoel van zo kan het ook. Gewoon doen. Start ergens. Begin ergens mee. Hè. Dan pas zul je die succeservaringen hebben en hè, merken dat je iets kan.